Dit is het front in Oekraïne. Maar de oorlog speelt zich niet alleen aan het front af, maar ook daarachter. Het is een uitputtingsslag aan het worden. Je ziet dat het een race is voor logistiek. Een race om je eenheden operationeel te kunnen houden. En daarom kijken we in deze video achter de linies van het front. Dat doen we op basis van met OSINT geverifieerde beelden van die aanvallen. Wat we in Oekraïne zien op dit moment is wat wij een industriële oorlog noemen. Wie slijt het hardst? Wie kan het meeste aanvoeren en wie kan dat het langste volhouden? Dus is logistiek uiteindelijk bepalend voor wie deze oorlog gaat winnen of niet verliezen. Dit is de oorlog in Oekraïne achter de Russische linies. Om te begrijpen waarom de situatie achter het front belangrijk is, kijken we eerst even kort naar het offensief zelf. Hoe loopt dat? Aanvankelijk was het de Oekraïnse bedoeling om op één punt door te breken, richting het zuiden. Het liep eigenlijk vast in de enorme mijnenvelden die de Russen daar hebben aangelegd. En dat leidde tot enorme verliezen. De Russen hadden dat jaar gebruikt om die verdediging zo sterk te maken dat op het moment dat je stilstaat, en dat gebeurt vaak in een mijnenveld, dan word je uitgeschakeld of door een mijn, kanonnen of raketten die vanuit de diepte schieten. Dat leidt tot heel veel verliezen. Ze hebben gezegd, we gaan het anders doen. Toen hebben ze hun tactiek veranderd en zijn ze eigenlijk op drie plekken tegelijk aan de slag gegaan. Het offensief loopt sindsdien langs deze drie assen. Richting het oosten, langs Bakhmut, richting de Lugansk oblast en twee assen richting het zuiden. Eentje zo'n beetje richting Berdyansk en eentje bij Zaporizhia, waar de Oekraïners recent bij Robotyne een van de eerste linies lijken te hebben doorbroken. Het einddoel van het offensief is het doorsnijden van de landbrug die de Russen hebben gecreëerd tussen Donbass en de Krim. Als je in staat bent nog 20 kilometer verder te komen als waar je nu bent, dan ben je in staat om met je artillerie en kanonnen die ver kunnen schieten, 40 kilometer, bijna aan de kust te schieten. En dan kunnen de Russen vanaf de Krim richting de Donbass of andersom geen aanvoer meer doen. Maar ook met die nieuwe tactiek gaat dat moeizaam. En dat heeft alles te maken met de enorme verdedigingslinies die de Russen in de maanden voor het offensief hebben aangelegd. Rusland heeft drie linies. Ze noemen dat linie 0, 1 en 2. De meeste troepen en de beste troepen zitten vaak in de eerste linie. Omgeven door mijnenvelden. Die mijnenvelden zijn op sommige plekken zelfs een kilometer diep. En op sommige plekken liggen er ook 4 mijnen per vierkante meter ingegraven. Om een idee te geven, kijk even naar wat stukjes Russische frontlinie van eerder dit jaar. Hier zie je de loopgraven en drakentanden, zoals die worden genoemd, om tanks tegen te houden. En deze linies zijn al snel zo'n 5 tot 10 kilometer diep. Over de hele breedte van het front, eerst die kanonnen uitschakelen van de Russen. Die konden schieten op het mijnenveld, achter de linie. En pas dan kun je door zo'n mijnenveld een beetje veilig heen komen. En dat brengt ons bij de oorlog achter de linies. En dat doen we langs drie lijnen. We duiken straks dieper in de aanvallen op de logistiek, zoals bruggen en munitiedepots. We zoomen in op de toenemende droneaanvallen in Rusland en op Moskou. Maar we kijken eerst beter naar de artillerieoorlog. Want daar heeft de afgelopen maanden een verschuiving plaatsgevonden. De artillerie heeft een hele grote rol gespeeld aan beide kanten. Artillerie is in deze oorlog cruciaal. Die artillerie staat meestal ergens tussen de 10 en 30 kilometer achter de eerste linie. En in deze video onderscheiden we twee types. Dit soort artillerie en dit soort raketartillerie. De Russen hadden vele malen meer artillerie dan de Oekraïners. Ik denk wel 5 keer zoveel. En hebben dat ook massaal ingezet. Dan hebben we het over soms wel 24.000 granaten per dag. Per dag? Per dag. Oekraïners konden daar maximaal iets van 2000 granaten per dag tegenover zetten, wat al de verhoudingen weergeeft. Uit een recent onderzoek blijkt dat zo'n 70% van de Oekraïnse slachtoffers vallen door artillerievuur, bijvoorbeeld tijdens het ruimen van die mijnenvelden. Kortom, wil je die mijnen kunnen ruimen, is het belangrijk de artillerie aan te pakken. Kijk, als je artillerie uitschakelt, dan heb je een onmiddellijk effect. Dat kanon zwijgt. En daarnaast moet je zorgen dat er eigenlijk geen granaten meer aan het front komen. En dat betekent dat je tegelijkertijd ook de aanvoerlijnen moet aanvallen. Ja, en is dat toegenomen? Dat is enorm toegenomen, inderdaad. Zeker sinds het begin van het offensief hebben de Oekraïners zich steeds meer toegelegd op het bestrijden van Russische artillerie en het aanvallen van hun aanvoerlijnen.
In ons eigen onderzoek vonden we verspreid over juni, juli en augustus 48 visueel bevestigde incidenten waarbij Russische artillerie is uitgeschakeld. En 17 visueel bevestigde incidenten waarbij Russische raketartillerie werd uitgeschakeld, zoals hier. En ook hier. En dan even een kleine disclaimer. Dit onderzoek naar aanvallen op artillerie, maar later in deze video ook op logistieke doelen en in Rusland zelf, is niet volledig. Het gaat hier om geverifieerde, gefilmde aanvallen op Russische doelen. Een overzicht van alle aanvallen is praktisch onmogelijk. Er is niet overal beeld van en informatie is vaak schaars en niet betrouwbaar. Onze hele verantwoording vind je in de omschrijving. Terug naar die aanvallen zelf. Wat valt er op? Dit zijn de aanvallen op raketartillerie en ook luchtverdediging, waar we beeld van konden verifiëren. Die staan, zoals je ziet, vaak wat verder achter het front. Voor dit soort aanvallen zien we, ook in onze data, dat er sinds juni vaker gebruik wordt gemaakt van westerse wapensystemen met een groter bereik en westerse munitie met een hogere precisie. Het verschil in artilleriesterkte aan beide kanten hebben de Oekraïners gedeeltelijk kunnen wegpoetsen door aan de Russische kant zoveel mogelijk artillerie met die precisiewapens te vernietigen. En dat merk je ook aan de klacht van die generaal Popov die ontheven is. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. Deze generaal Popov stond aan het hoofd van een troepenmacht aan de frontlinies bij Zaporizhia. Na zijn kritiek zou hij uit zijn functie zijn gezet. En een belangrijke klacht van de generaal ging over zogenaamd counter-battery fire. Op het moment dat je schiet met een stuk artillerie kun je eigenlijk binnen een paar seconden zien waar dat stuk staat. En dat kun je op verschillende manieren doen. Met radar, die in staat is vijandelijke artilleriegranaten te herleiden zeg maar, tot het punt waar ze zijn afgevuurd. En juist hier lijkt Oekraïne in het voordeel te zijn door de kwaliteit van de westerse wapensystemen. Je ziet wel dat Oekraïne hier wel een overwicht heeft. Bijvoorbeeld een HIMARS kan 40 tot 50 kilometer schieten met een precisie van een meter. Dat is een grote nauwkeurigheid. Wat betekent dat nou voor de verliezen van die artillerie? Het Oekraïense ministerie van Defensie publiceert elke dag cijfers over hoeveel Russische artillerie er is vernietigd. En die hebben we van dit hele jaar bij elkaar opgeteld. En hoewel je die cijfers natuurlijk met een korrel zout moet nemen, is de trend duidelijk. En zie je dat de verliezen aan Russische kant toenemen. Als we naar verhoudingen kijken en ik kijk naar mijn bronnen die ik heb, dan is het ongeveer 2 staat tot 4. Dus zeg maar 1 staat tot 2. Waarbij de Oekraïners over veel meer precisie beschikken en uiteindelijk de Russen over veel meer granaten. En Oekraïne hoeft ze niet allemaal tegelijkertijd in te zetten, omdat ze aanvallen. Dus waar ze die artillerie inzetten, kun je eigenlijk zeggen dat Oekraïne evenveel, zo niet meer artillerie heeft dan de Russen. In het begin van de oorlog waren de Russen in staat om 23.000 granaten per dag af te vuren. De Oekraïners die kwamen ergens in de buurt van de 2.000, 3.000. Nu zijn de Oekraïners in staat zo'n 7.000 à 8.000 granaten per dag af te vuren. En de Russen een stuk minder dan 23.000. Dus dat geeft een beetje de verhouding weer op dit moment. Ukrainian authorities released bodycam video they say shows the aftermath of a Russian missile attack on Odessa, one of Ukraine's main ports for exporting grain. Het verschil wat we zien tussen de Russen en het Oekraïense leger is dat Rusland nog steeds veel van zijn wapens in diepte kunnen inzetten voor politieke doeleinden inzet. Bijvoorbeeld de graandeal, dus tegen Odessa om daar de installaties om graan te exporteren aan te vallen. De Oekraïners lijken juist steeds meer te focussen op die aanvoerlijnen. En daar gaan we nu nog wat dieper op in. We gaan nog een stap verder achter de linies. Soms wel honderden kilometers van het front. Zeker in de industriële vorm van oorlogvoering zoals we die nu zien, is logistiek uitermate belangrijk. Dat is munitie, dat is brandstof. Eten, zandzakken voor de loopgraven, mijnen voor de mijnenvelden. Kleding, uitrusting, transportmiddelen. Logistiek is alles naar voren brengen wat een leger nodig heeft en alles afvoeren wat gemaakt moet worden. Vooral Oekraïne lijkt vaak juist die logistieke doelen aan te vallen. Met die precisiewapens en drones proberen ze in de diepte achter het front die logistiek aan te gaan vallen. En dat doet de Russen pijn, want je denkt, ik zit vrij veilig achter het front. 40, 50 kilometer, ook daar word je nu aangevallen. Op basis van rapporten en onderzoeken was er nog niet echt een goed overzicht. We hebben daarom zo goed mogelijk aanvallen waar beelden van zijn verzameld. Opnieuw, dat is zeker niet volledig, maar het schept wel een beeld.
Zo zie je dat de Oekraïners inderdaad logistieke doelen aanvallen achter die linies in het zuiden en op de Krim. Wij telden tussen de 80 en 100 aanvallen waar beeld van is in de laatste 3 maanden. Dit zijn bijvoorbeeld aanvallen op munitie- en brandstofdepots, zoals deze vlakbij Donetsk in Makiivka. Dit op Russische militaire basis. Spoorwegen en knooppunten. Vrachtwagens en op bruggen, vooral bij de Krim. De Krim is een belangrijk logistieke aanvoerpunt. Die is helemaal volgebouwd sinds 2014. Met alles wat de Russen nodig hebben. Voor de vloot en voor de landmacht en voor de luchtmacht. Omdat het zo groot is kun je daar dus ook eenheden formeren. Je kunt ze voorzien van uitrusting en dan richting het front sturen. Dus dat is een heel belangrijk punt. Laten we op de Krim even verder inzoomen. Dit is de Tsjongarbrug, de belangrijkste weg van de Krim naar Melitopol. Niet ver van het front waar nu zo hard wordt gevochten. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is die brug 3 keer bestookt met een door het Westen geleverde Storm Shadow-raket. Een andere belangrijke brug is de Kerchbrug, ook wel de Krimbrug genoemd. Daar werd vorig jaar al een vrachtwagen tot ontploffing gebracht. En in juli van dit jaar was er een experimentele zeedrone die de brug raakte. The water rippling as up to a ton of explosive approaches the bridge. Cameras on the bridge captured the first blast on the road section and another on the railway tracks at about the same time. We zien bijvoorbeeld na de eerste aanval op de Kerchbrug dat de spoorlijn 2 of 3 weken niet gebruikt kon worden. Dat is heel veel. Maar niet voldoende om de aanvoer vanuit Rusland echt te doen stokken. Maar de aanvallen op die bruggen en op andere plekken op de Krim tekenen de Oekraïense pogingen om het Schiereiland als logistieke hub te raken. Op de Krim heeft men ook al diverse brandstofdepots en ook munitiedepots aangevallen. Dat heeft ze heel veel munitie gekost. Dus dat is een hele kwetsbare logistieke lijn voor de Russen. Dus als je die kunt afsluiten, en Oekraïne doet het heel systematisch door die bruggen en die smalle wegen aan te vallen, ja, dan moet je het gros van je voorraden door de Donbass moet je naar voren brengen. Maar ook in die Donbass probeert Oekraïne van alles. Dit zijn de tientallen aanvallen op logistieke doelen waar wij beeld van konden vinden, zoals hier in Lugansk. Dus laat maar zien dat deze oorlog een oorlog is van de lange termijn en dat de logistiek daar een cruciale factor in gaat spelen. Overigens geldt dat uiteraard ook voor de Oekraïners dat die logistiek een uitdaging is. Ook zij hebben hun logistieke knooppunten. Daar zie je heel veel logistiek die zeg maar in de voorraden west van de Dnieper zit, de grote rivier. Soms zelfs in Polen of in de Baltische Staten. We weten bijvoorbeeld dat de Duitse tanks, de Leopard 2, die worden hersteld in een werkplaats in Polen. En de rest wordt dan opgevoerd over de Dnieper naar het front. En het tweede wat hun probleem is, is dat ze zoveel verschillende wapensystemen hebben. Want elk wapensysteem heeft zijn eigen kogels, zijn eigen reservedelen. Dat is logistiek een drama. En dat brengt ons bij het laatste deel van deze video. Want onder meer om dat versnipperde arsenaal wat aan te vullen, maakt Oekraïne steeds meer gebruik van drones. Die kennen we al van aan het front, maar de laatste maanden zien we steeds grotere drones in actie. Steeds dieper achter de Russische linies. Eind augustus, het noordwesten van Rusland. Bij een Oekraïense droneaanval op een vliegveld bij de plaats Pskov raken volgens de Russen zelf 4 militaire vliegtuigen beschadigd. Het is onderdeel van een grote reeks droneaanvallen op Russisch grondgebied. Door Oekraïne gebouwde drones zijn met name belangrijk voor die oorlog achter de linie. Ze mogen het niet met westerse wapens doen, dat hebben ze beloofd. Dus moeten ze het met eigen makelij doen. En ja, daar zijn ze op dit moment redelijk ver in. Ze kunnen steeds verder komen met zwaardere ladingen, steeds dieper het Russische achterland in. De BBC houdt bij, ook op basis van OSINT, hoeveel Oekraïnse droneaanvallen er dit jaar al zijn geweest. Zij tellen alleen in 2023 al 190 van dat soort aanvallen in Rusland en op de Krim, door drones en zeedrones. En we kennen deze beelden inmiddels natuurlijk goed, van aanvallen op Rusland. Je kunt eigenlijk wel stellen dat aan beide kanten tienduizenden drones worden ingezet. Dat deze oorlog
naast het feit dat het een artillerieoorlog is geworden, ook heel erg een droneoorlog is. Ze zijn vooral in de diepte van Rusland dat ze daar nu inzetten. En eigenlijk de Russen voor het keuzeprobleem plaatsen. Waar zet ik mijn luchtverdediging? Niets is veilig, alles moet ik gaan beveiligen. Ja, dat is een effect dat ook militair effect heeft, los van het psychologische effect op drones op Moskou. Ну, сейчас к нам прилетают эти дроны, там, каждый по несколько раз в неделю. Вот. Я переживаю, потому что это в последнее время стало очень часто. И, например, у меня дочь работает. Я не буду говорить, где, как, конкретно в каком месте. Не так далеко сбили, то есть упал не так далеко. Она даже мне прислала видео, она говорит, грохот был, конечно. Все ситуации вокруг. Ну, есть, конечно, тревога. Безопасность, тем более, как бы родители. В первую очередь о детях. Думаем, переживаем, конечно, да. Есть такое. Deze zomer kondigde Oekraïne aan $1 miljard te gaan investeren in hun drone-industrie. За відсутності певних типів озброєнь, якими володіє Росія, а ми ні, нам доводиться шукати якісь асиметричні варіанти відповіді. Агресору. І тому ця індустрія в Україні почала достатньо бурхливо розвиватися. Deze politicus en acteur zamelt met zijn organisatie geld in voor drones. Hij leverde al zeker 155 kamikaze drones die met gemak Moskou kunnen bereiken. Москва, Архангельськ. Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. Поки що. От тут ти, Степаненко, правий як ніхто. Поки що. Запит зараз неймовірний, тому що та війна, яку фантасти описували як війна майбутнього, там ще 20 років тому, 30 років тому, вона відбувається в Україні вже і зараз. У нас уражаються танки вартістю в $2.5 мільйони, FPV-дроном вартістю в $500. Це. Duidelijk is in alle gevallen dat zowel aan het front als ver achter de linies drones een grote en steeds grotere rol zullen blijven spelen. En het is ook duidelijk dat de oorlog in Oekraïne, ondanks die poging tot een snelle doorbraak in juni, een echte uitputtingsoorlog is geworden. De laatste ramingen zijn dat er 500.000 Oekraïnse en Russische soldaten dood of gewond zijn geraakt. Het zijn enorme aantallen. Wat we in Oekraïne zien op dit moment is wat wij een industriële oorlog noemen. Dat is een oorlog die we eigenlijk niet meer op die schaal hebben gezien, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Je ziet dat het een race is voor logistiek. Een race om je eenheden operationeel te kunnen houden. Het is een uitputtingsslag aan het worden. Ja, als je kijkt naar wie dit het langste volhoudt, dan is Rusland op papier de beste partij. Beschikt over de grootste bevolking en meer industrie dan Oekraïne. Maar die harde feiten maken het ook niet meteen een gedane zaak. Poetin kan zich geen tweede mobilisatiegolf veroorloven. Laat staan dat hij ze überhaupt kan bewapenen. En als het Westen zijn industrie gaat draaien eenmaal, dan vraag ik me af of een uitputtingsoorlog per definitie een voordeel is voor Rusland. Het is één manier om te kijken naar het succes in termen van kilometers veroverd. Een andere manier is om te kijken van hoe staan die beide legers ervoor. Wie verliest er veel, wie wint er veel. Wie slijt het hardst? Wie kan het meeste aanvoeren en wie kan dat het langste volhouden? Dus is logistiek uiteindelijk bepalend voor wie deze oorlog gaat winnen of niet verliezen. Het is simpelweg nog te vroeg voor harde conclusies. De meeste deskundigen die we spraken zijn het erover eens. Deze oorlog is volgend jaar nog steeds bezig. En ook voor ons zal dit niet de laatste video zijn die we over die oorlog in Oekraïne maken. Suggesties zijn altijd welkom in de comments en vergeet niet te abonneren.